Hallo lieve mensen. Terwijl ik deze video aan het inspreken ben, bedenk ik me dat ik iets heel leuks met jullie wil delen. En dat is dat ik mijn eigen praktijk heb geopend. Ik ben breathwork coach en ik geef reiki behandelingen. En ik heb mijn eigen praktijk geopend in Rotterdam. Dus vinden jullie het leuk om ook af en toe video's te zien van ademhalingsoefeningen? Misschien een breathwork sessie? Laat me dan even weten in de reacties of jullie dat fijn vinden. En als je een afspraak wil maken, druk dan even op het linkje in de beschrijving. Die voeg ik even toe. Dit nieuws wil ik even met jullie delen. Een hele fijne Yoga Nidra sessie. Welkom bij deze Yoga Nidra sessie. Vandaag gaan we je chakras in balans brengen. Het is fijn om een plek te vinden waar je niet gestoord wordt, waar het donker is. Of waar je een oogmasker kan gebruiken. Wat fijn onder je hoofd is, is een meditatiedekentje of een klein kussentje. Gebruik een bolster onder je knieën. En als je het fijn vindt en als je merkt dat je vaak temperatuurverschillen krijgt in je lijf, dan is het ook goed om een dekentje te gebruiken. Ga dan op je rug liggen in Shavasana. En neem de tijd om helemaal comfortabel te worden. En als je nog iets wil veranderen, doe dat dan nu. Zodat je straks helemaal bewegingsloos en rustig kan liggen. En kan beginnen aan deze sessie Yoga Nidra. En voel nu dat alles in je lichaam helemaal ontspant. De grote spieren in je benen, je armen, je buikspieren, je schouders helemaal ontspannen, je nek, je gezicht. Al die kleine spiertjes rondom je ogen. Spiertjes rondom je mond. Kaak. En je tong. En word je bewust van al je spieren van de ademhaling. En de natuurlijke bewegingen van de adem. En laat de adem spontaan en natuurlijk stromen. Alsof jij de toeschouwer bent. En word je bewust van al die spiertjes die actief zijn bij je ademhaling. Voel hoe je ruimte maakt bij de inademing en dieper ontspant bij de uitademing. En stel je dan nu een meer voor. Een meer bij een grote berg. Het water is kalm en helder blauw. En als een spiegel weerspiegelt het zijn omgeving. Rondom de rivier groeien prachtige bloemen. Lichtblauwe bloemen. Roze bloemen. Witte bloemen. En stel je voor dat jij tussen de bloemen bij het meer zit. Je zit daar en je geniet van de perfecte rust die er heerst.
En herhaal dan 3 keer voor jezelf jouw sankalpa, of een korte positieve affirmatie in tegenwoordige tijd. Herhaal deze sankalpa 3 keer, vol moed en vertrouwen. En word je dan nu bewust van elk lichaamsdeel als ik het opnoem? Rechterhand. Duim van de rechterhand. Tweede vinger. Derde vinger. Vierde vinger. Vijfde vinger. Handpalm. De rug van je hand. Pols. Je onderarm, je elleboog, je bovenarm, schouder, oksel, de rechterkant van het lichaam, taille, de heup, bovenkant van je dij, achterkant van je dij, je rechterknie, rechter scheenbeen, rechterkuit, rechter enkel, hiel, de onderkant van je rechtervoet. Bovenkant van je rechtervoet. Je rechter grote teen. Tweede teen. Derde teen. Vierde teen. En de vijfde teen. De hele rechterkant van je lichaam. In perfecte stilte. Dan word je nu bewust van je linkerhand. Duim van je linkerhand. Tweede vinger. Derde vinger. Vierde vinger. Vijfde vinger. Handpalm. De rug van je hand. Je pols. Onderarm, elleboog, bovenarm, schouder, oksel, de linkerkant van het lichaam, je taille, heup, de bovenkant van je dij, achterkant van je dij, je linkerknie, linker scheenbeen, linkerkuit, je linker enkel, je hiel, onderkant van je linkervoet, de bovenkant van je linkervoet, linker grote teen,
tweede teen, derde teen, vierde teen en je vijfde teen. De hele linkerkant van je lichaam. In perfecte stilte. De bovenkant van je hoofd, je voorhoofd, je rechter wenkbrauw, je linker wenkbrauw, de ruimte tussen je wenkbrauwen, de rechter ooglid, de linker ooglid. Rechteroog, je linkeroog, spiertjes rondom je ogen, rechteroor, je linkeroor, je neus, bovenlip. Onderlip, spiertjes in je mond, je tong, je rechterwang, je linkerwang, kin, je keel. Het rechter sleutelbeen, linker sleutelbeen, je rechter schouder, je linker schouder, borstbeen, je buikspieren, de navel. Je lage buikspieren, de lies, het geslachtsorgaan, je bekkenbodem, je hele rechterbeen, je hele linkerbeen. Twee benen samen. Je hele rechterarm. Je hele linkerarm. De twee armen samen. De voorkant van je romp, de achterkant van je romp,
de voorkant en de achterkant van je romp samen. Schouders. Nek. Je gezicht. Het hele hoofd. Het hele lichaam. Word je bewust van je hele lichaam. Van je kruin tot aan de puntjes van je vingers en je tenen. Misschien voel je het pulseren van jouw energieveld in je handen, je voeten of op een andere plek. En voel het natuurlijke ritme van je ademhaling. Rijzend en dalend. Als golven op de zee. Zonder één inademing of uitademing te missen. Voel je buik opkomen en dalen. Met elke in- en uitademing. Volg je adem. In en uit. En voel hoe deze door je lichaam reist. Je adem beweegt op en neer tussen je onderbuik en je keel. Als je inademt, stel je je voor dat je ademhaling van je onderbuik naar je keel beweegt. En als je uitademt, gaat de ademhaling van je keel naar je onderbuik.
Adem in, onderbuik, keel. Uit, keel, onderbuik. In, onderbuik, keel. Uit, keel, onderbuik. Blijf dit zo visualiseren en tel iedere hele ademhaling. Begin bij 1 en ga zo door tot 40. En als je bij 40 bent, begin je weer opnieuw. De ademhaling beweegt als een golf door je lichaam. Inademend omhoog, uitademend naar beneden. Houd deze focus op je ademhaling even vast. Tel de hele ademhalingen, zonder 1 ademhaling te missen. Voel iedere ademhaling helemaal in je lijf. In en uit. En als je er 1 mist, begin je gewoon weer bij 1. Breng dan nu je aandacht naar je bekkenbodem. Breng alle aandacht naar die plek tussen je genitaliën en de anus voor mannen. En de baarmoederhals voor vrouwen. Dit is de fysieke locatie van de rootchakra, wortelchakra.
Deze chakra heeft te maken met overleving. En de chakra wordt geblokkeerd door angst. Adem in. Visualiseer een bundel van levensenergie die zich op en neer beweegt door je bekkenbodem. Bij de inademing beweegt de bundel naar beneden, door de rootchakra heen. En bij elke uitademing beweegt de bundel omhoog, weer dwars door je rootchakra heen. Elke keer wanneer je inademt, voel je hoe de bundel met levensenergie de rootchakra vergroot en levendig maakt. Adem moed in naar je rootchakra. En elke keer wanneer je uitademt, zie je hoe alle angst en vrees uit je rootchakra wegstroomt. Ver, ver, ver wegdwaalt en oplost. Adem in, voel de moed groeien. En adem uit, voel hoe angst jou loslaat. Breng dan nu je aandacht naar het gebied van je schaambeen. Dit is het triggerpoint van de sacrale chakra. De fysieke locatie van dit chakra is recht achter het schaambeen, op je staartbeentje. Dit chakra heeft alles te maken met plezier. En het chakra wordt geblokkeerd door schaamte en door dingen te doen die niet vanuit plezier en zin voortkomen. Adem in. Visualiseer een koker van levensenergie die van je schaambeen naar je staartbeentje naar beneden gaat, dwars door je sacrale chakra heen. En die koker gaat weer door dit chakra op de uitademing, van je staartbeentje naar boven toe. Bij elke inademing, waar je sacrale chakra met adem vult. Bij elke inademing, waar je je sacrale chakra met adem vult, ervaar je plezier en genot. Bij elke uitademing, waar je adem het lichaam verlaat, laat je schaamte en moeten los. Adem in, vul jouw sacrale chakra met plezier. Het chakra vergroot zich, wordt actief en levendig. Adem uit, laat al het moeten los.
Je ziet het verder en verder afdrijven tot het oplost. Adem in, voel plezier. Adem uit, laat moeten los. Breng dan je aandacht naar je navel. Dit is de triggerpoint van de solar plexus chakra. De fysieke plek van dit chakra is in de wervelkolom, ter hoogte van de navel. Dit chakra heeft alles te maken met wilskracht en blokkeert door schuldgevoelens. Adem in. Visualiseer de bundel met levensenergie en zie hoe de koker van de navel door de solar plexus chakra naar je wervelkolom beweegt. Adem uit, voel hoe de bundel levensenergie van je wervelkolom dwars door je solar plexus chakra heen naar je navel beweegt. Bij elke inademing voel je hoe trots en enthousiasme door jou solar plexus heen stroomt en jouw chakra vult. En bij elke uitademing voel je hoe schuldgevoelens uit jouw solar plexus chakra wegstromen. Ver, ver en nog verder bij jou vandaan. Totdat het oplost. Adem in, vul jezelf met trots en enthousiasme. Je solar plexus chakra vergroot zich. Hij wordt actief en levendig. Adem uit en alle schuldgevoelens laten jou los.
breng je aandacht dan naar boven, naar je borstbeen. Dit is de triggerpoint van jouw hartchakra. De fysieke locatie van dit chakra is in de wervelkolom, direct achter het borstbeen. Dit chakra heeft alles te maken met liefde en blokkeert door rouw en verdriet. Adem in, visualiseer de bundel met levensenergie en zie hoe deze bundel van je borstbeen door het hartchakra naar je wervelkolom beweegt. Adem uit, voel hoe de bundel levensenergie van je wervelkolom dwars door je hartchakra naar je borstbeen beweegt. Bij elke inademing voel je liefde en geluk jouw hartchakra vullen. En bij elke uitademing voel je hoe rouw en verdriet uit jouw hartchakra wegstroomt. Ver, verder, ver bij jou vandaan. Totdat je ziet dat het oplost. Adem in. Vul jezelf met universele liefde en geluk. En je hartchakra vergroot, wordt levendig en actief. Adem uit. Voel hoe alle rouw jou loslaat. Breng nu je aandacht naar je keel, de holte van je keel. Dit is het triggerpunt van je keelchakra. De fysieke locatie van dit chakra ligt direct achter de holte van je keel, in de wervelkolom. Het keelchakra heeft alles te maken met waarheid en blokkeert door misleiding. Adem in, visualiseer de bundel met levensenergie en zie hoe deze bundel van je keel dwars door je keelchakra naar je wervelkolom beweegt. Adem uit, voel hoe de bundel levensenergie van je wervelkolom door je keelchakra naar je keelholte gaat. Bij elke inademing voel je hoe waarheid jouw keelchakra vult. En bij elke uitademing voel je hoe bedrog en misleiding uit jouw keelchakra wegstromen. Ver, ver, ver bij jou vandaan. Totdat het oplost.
Adem in, vul je keelgebied met waarheid. Je chakra vergroot zich, wordt actief en levendig. Adem uit, voel hoe alle misleiding en onwaarheid jou loslaat. Breng je aandacht nu naar het gebied tussen je wenkbrauwen. Dit is het triggerpunt van je third eye chakra, derde oogchakra. De fysieke locatie van dit chakra ligt midden in het hoofd, ter hoogte van het wenkbrauwgebied. Je third eye chakra heeft alles te maken met inzicht en blokkeert door valse identificaties. Adem in, visualiseer de bundel met levensenergie en zie hoe deze bundel van het midden van je wenkbrauwen door je third eye chakra naar het midden van je hoofd beweegt. Adem uit, voel hoe de bundel levensenergie naar voren beweegt, dwars door je third eye chakra, naar het punt tussen je wenkbrauwen. Bij elke inademing voel je hoe inzicht jouw derde oogchakra vult. En bij elke uitademing voel je hoe valse identificaties uit jouw derde oogchakra wegstroomt. Ver, ver, ver bij jou vandaan. Totdat het oplost. Adem in, open je chakra voor inzicht. Het chakra vergroot zich, wordt actief en levendig. Adem uit. Voel hoe alle valse identificaties jou loslaten. Breng nu je aandacht naar je kruin. Dit is de locatie van je kruinchakra. Het is de poort tot wijsheid uit het universum en de verbinding tussen jou en het grotere geheel. Het is het centrum van universeel bewustzijn.
en het chakra blokkeert door vasthouden aan en identificatie met het ego. Adem in. Visualiseer een bundel van helder wit licht. En zie hoe deze bundel vanuit je kruintje naar beneden beweegt. Adem uit en voel hoe de bundel levensenergie naar boven beweegt, dwars door je kruinchakra, naar het punt tot boven je kruintje. Bij elke inademing voel je hoe zelfrealisatie jouw kruinchakra vult. Je kruinchakra vergroot zich, wordt actief en levendig. En bij elke uitademing voel je hoe identificaties met het ego uit jouw kruinchakra wegstroomt. Ver, ver, nog verder bij jou vandaan. Totdat je het ziet oplossen. Adem in, open je chakra voor verbinding en zelfrealisatie. Adem uit en voel hoe ego-identificaties jou loslaten. Zak af naar je third eye chakra en voel de openheid voor inzichten. Voel hoe levendig en puur jouw third eye chakra nu is. Ga door naar je keelchakra. Voel waarheid en eerlijkheid. Voel hoe levendig en puur jouw keelchakra nu is. Jouw hartchakra. Breng je aandacht naar jouw hartchakra. En voel de liefde en warmte stromen in dit gebied. Puur en actief. Ga verder naar onder. Naar jouw solar plexus chakra. En ervaar pure wilskracht. Voel hoe levendig, actief en schoon dit chakra nu beweegt.
jouw sacrale chakra. Ervaar het gebied van jouw sacrale chakra. Voel plezier en genot. Merk op hoe actief en puur dit chakra nu is. Tot slot, ga met je aandacht naar jouw rootchakra. Ervaar moed en veiligheid van de aarde. Nu helemaal puur en levendig. Visualiseer nu al jouw chakras. Ze stralen als heldere sterren in de hemel. Ze stralen licht uit en pure energie. Herhaal dan weer jouw Sankalpa, jouw hartewens. Dezelfde positieve affirmatie als in het begin. Herhaal jouw Sankalpa 3 keer voor jezelf, vol moed en vertrouwen. Vergroot dan nu je bewustzijn weer. Terug naar de ruimte waar je je in bevindt. Voel je lichaam, je hele lichaam, liggend in Shavasana. Voel hoe je op je mat of op bed ligt en waar je lichaam het matras of je mat raakt. Dan word je bewust van de geluiden om je heen. En wanneer jij er klaar voor bent, begin je met het maken van kleine bewegingen. Beweeg je tenen, je vingers, draai rondjes met je polsen en je enkels. En misschien voel je de behoefte om je even helemaal uit te rekken. Of juist je voeten even op de mat te zetten of op bed. Doe nu wat goed voelt.
Neem je tijd om weer tot zit te komen. Hou je ogen nog even gesloten. En voel hoe alle chakra's weer in lijn zijn. Actief zijn en levendig. Als je dit een fijne Yoga Nidra sessie vond, support mij dan zodat ik nog meer video's kan maken door te abonneren op dit kanaal van Healing Creating. Namaste.